Annemiek Schrijver in gesprek met Frans Wijs. Frans, je zei net nog wanhopig. Waarom doe ik dit? Waarom doe je dit? Waarom zit je hier? Nou ja, dat is het dus wat ik me ook echt... Dat ik dacht van... Waarom wint mijn ijdelheid het altijd weer van mijn gezond verstand? Is het ijdelheid? Het is begonnen als ijdelheid en nu is het gewoon niet meer uit het systeem weg te denken. Het heeft niets meer met ijdelheid te maken. Het is eerder zelfhaat. Waarom vind je zelfhaat het van het gezond verstand, zou je kunnen zeggen? Ja, dat is een heel mooi onderwerp. Want mensen met zelfhaat, het interesseert mij. Maar jou zelfhaat ook. Grenst zo schenk aan ijdelheid, of niet? Ja. Er is één keer een producent geweest die toen ik zo moeilijk deed... en ik doe vaak moeilijk met producenten, zei van... haap dich toch niet zo. Het was Rob Howard, dus hij sprak Duits. En haap dich toch niet zo. Toen zei hij, weet je, doe nou gewoon die film. Dat graf, dat marmer, waarop mag je allemaal zelf opschrijven wat je erop wil hebben, dat bestel ik nu al. En maak nou gewoon die film. Dus met andere woorden, haap dich toch niet zo. En toen, net toen ik liep ik eventjes om tot rust te komen en mezelf terug te vinden voordat wij praten over het strand, dacht ik, haap dich toch niet zo. Wat zit je toch ontzettend jezelf maar steeds zo ook belangrijk maken. Want anders zou ik nu gewoon hier lekker ontspannen zitten en denken van, nou kom maar op, ik vind het leuk. Ik vind het ook leuk. Hoor. Want dus jij als regisseur ziet alles, je hebt alles in de gaten, nou, je snapt het hele systeem. Je hebt talloze films gemaakt, waaronder Havink, Leedvermaak, op afbetaling, bijna de inzien en nu Kivive. Het is misschien een beetje een rare overgang, maar ik zeg het toch, maar jouw moeder heeft Auschwitz overleefd, je vader niet. Je hebt een zoon van 15. Hè? Dat is even je cv, zeg maar. Oké, nee, dan blijf ik blanco. Ja. Ja. Is voor jou dat filmen en dat. Is het voor jou een alibi om te leven? Nee, ik zou bijna zeggen: het leven is een alibi om te leven. Ik bedoel. Je kunt zeggen: ik film, dus ik besta. Maar ik weet ook niets leukers te bedenken. Ik roep wel steeds dat ik in mijn volgend leven componist zou willen zijn, of dirigent, of iets met muziek, of dans, of Fred Astaire zou willen worden. Maar eigenlijk denk ik, als ik weer geboren zou worden, zou ik het weer zo doen. Het zijn mensenfilms ook die je maakt, hè? Ja, ik bedoel mensen in de zin van dat ik ben alleen maar geïnteresseerd in wat zich in mensen afspeelt. Ja. Ik bedoel, hoewel mijn zoon maar steeds meer op zou willen dat ik wat meer met mensen met pistolen zou uitrusten, zodat we dus, het ook rianter ervan kunnen bestaan, heb ik iets van nee. Het is, op dit moment vind ik eigenlijk dit wat wij nu doen, vind ik een interessanter drama dan. Waarom? Wat zoek je dan? Ik heb in heel veel interviews inmiddels verteld dat ik in veel pleeggezinnen heb gezeten in mijn jeugd. Ja. En ik denk het enige wat je daar leert, dat is net als dat je al heel vroeg naar heel veel verschillende toneelstukken gaat kijken, is dat mensen niet zijn wat ze zeggen te zijn. Of dat mensen. Ik ben nooit getrouwd, ook omdat ik zo'n argwaan heb gekregen tegen het huiselijk geluk of het gelukkige huwelijk. En altijd meteen naar de achterkant ervan zat te speuren. Ik wil niet zeggen dat ik het meteen zag. Maar ik kon het niet voorstellen dat mensen gewoon alleen maar gelukkig zijn. Maar goed, je noemt het woord pleeggezinnen. Was het zo dat je als kind al dacht, waarom ben ik in het pleeggezin en wat is hun motivatie? Ja, een beetje. Dat we zeggen, kijk, dat pleeggezinnen, ik probeer alles sowieso te dramatiseren, ook dit gesprek. Dus wat dat betreft. Maar is het, hoezo? Is het saai? Waarom zou je iets dramatiseren? Nee, dramatiseren is dat ik altijd zoek naar de. Toen ik gisteravond aan mijn vrouw vroeg, wat moet ik nou doen? Toen zei ze, ja, nou ja, wees in ieder geval jezelf, maar ga nou niet. Want ik ben dus inderdaad iemand die zeker naarmate ik ouder word, inderdaad eerder naar de zoek naar de tragische schaduw, zeg maar, dan de humor. Terwijl eigenlijk vind ik toch het allerleukste is comedies kijken en ze zelf bedenken. Bij wijze van spreken. Als kind had je al die achterdocht of dat op je hoede zijn? Ja, dat we zeggen, ik was als kind altijd bezig om iets te ontmaskeren. Ja, ja. Niet het leukste karaktertrek. Nee. Nu, nou ja, goed, maar je hebt het wel op een hele mooie manier gekanaliseerd. En dit boek, heb ik begrepen, The Family of Man. Ja. Dat zijn foto's van mensen uit de jaren 50. Dat is voor jou een soort aanzet geweest
Ook voor, om te gaan filmen? Nee, dus ja en nee. Laten we het anders stellen. Zoals sommige mensen zich nog herinneren... het eerste toneelstuk of de eerste... Nou, die herinner ik me ook. En de eerste film herinner ik me ook. Maar de eerste keer dat ik echt door iets... en niet door een film werd aangeraakt... echt, ja, moet ik zeggen... was toen ik naar een tentoonstelling ging... in het Stedelijk van The Family of Man. Ik weet dat ik daar... Misschien was het ook alsof ik ineens... In 2,5 uur over de hele wereld werd gesleurd. Ja. En ook letterlijk zag Indianen en Maori's en Aboriginals... en geboorte en dood en liefde en leed en lijden en alles. En het vreemde is dus dat ik daar... alsof ik echt in een soort pressure cooker werd gestopt... van de wereld en het leven en de mensheid. Nou, ja. Het heet The Family of Man. Ja. En dat heeft me waanzin... En nog, als ik aan een film begin, begin ik... daar doorheen te bladeren, jat ik letterlijk uit. Oh ja? De Family of Man. Is het zo? Ja, ik jat heel veel. Wat de is dirigent, het dus? De, ik bedoel, ja, ja. Ik kan ze niet aanwijzen, ga me niet vragen van uit welke film ik wil. Nee, nee. Maar ik doe wel mijn eerste research, zoals jullie dat ook doen voor zo'n programma, haal ik altijd wel uit, sowieso uit fotoboeken, mooi. Maar heel erg uit dit. Goh. Omdat er alles in staat. Ja, het is ongelooflijk. Ik wil van een paar foto's van jou weten wat jij nu ziet. Wat zie jij hier? Dit shot is, heb ik ooit voor een vrouw van het noorden letterlijk. Wat ik hier zie is, nou ja, wat jij ook ziet, dat is een naakt in een bladerdek. Maar ik heb het shot geprobeerd te maken en getekend voor een vrouw van het noorden met coupeersverfilming. Waarin op een gegeven moment dus inderdaad nog sprake was van dat ze het in de vrije natuur deden. Helaas draaiden we in november. Dus zelfs in Toscane was het toen te koud. Maar ik weet dat we toen heel lang hiernaar hebben zitten kijken van... dat ik dit als beeld had van, hè, dus Emily, zoals ze dan in de film heette, oftewel Johanna ter Stegen, die echt zo aan het einde van de scène achterbleef in het bos. Nou, ik doe nog eentje. Wacht even, waar is die? Nou, deze bedoel ik niet. Die handen, ja. Welke wil je niet? Nou, ik wil ze wel, maar ik wou die handen even laten zien. Ja, ik weet niet eens van wie die is. Ik wou zeggen Cas Oorthuis. Dit is allemaal echt voor de ouderen onder ons. Dit is voor mij vertegenwoordigt heel erg een periode dat... zo'n naoorlogse periode waarin dus... De foto's van Cas Oorthuis bijvoorbeeld. Armoede, honger, oorlogswinter. Bomen omhakken op het weteringsplantsoen om nog wat te stoken te hebben. Nou... Alles, nou ja, het is heel flauw om te zeggen, omdat het nu lijkt alsof het in dit programma zo goed uitkomt. Maar ik bedoel, het is waar. Het is een boek wat voor mij, voor anderen is het misschien alleen op de wereld het boek geweest, waardoor ze ineens anders gingen kijken naar het leven. Dit was voor mij. Ik weet nog dat ik echt in de Van Baarlestraat naar buiten kwam en absoluut iets had meegemaakt. Ja. Nu vraag ik me wel bij jou af, want nu heb je inmiddels heel veel met die foto's gedaan... maar je hebt ze ooit een keer blanco gezien natuurlijk, hè? Ik denk altijd het verschil tussen extroverte en introverte mensen is... om maar wat te noemen, je zit in een parkje, in je eentje. Ja. Er is een vogel en er komt een kat aan en het is net alsof ze elkaar zoenen. Ik zeg maar iets geks. Ja. Dan vraag ik me bij jou af, denk je dan, oh wat is dit mooi, in je eentje? Of denk je dan meteen... dat moet die en die zien, dat moet ik verfilmen, dat moet worden meegedeeld. Er is altijd wel een scriptgirl in me die dingen noteert. Ik bedoel, ik heb wel altijd iemand iets wat vastlegt. Ik bedoel, alles wat ik ben pas 15 jaar geleden bij de geboorte van mijn zoon gaan fotograferen voor het eerst van mijn leven. Want ik heb altijd het idee van, ik leg het gewoon hier vast ergens. Ook voor jezelf, ja. Dus niet alleen maar voor het publiek? Nee, nee, nee. Voor het publiek is een hele andere zaak. Ja, ja. Ik bedoel, voor het publiek, dat is zoals cryptogrammen. Dat is gaan zoeken naar metaforen, beelden. Altijd ten dienste van het vertellen van een verhaal. Ja, maar ik bedoel, je ziet iets geks. Denk je dan, wat is dit mooi voor mezelf? Of denk je, daar moet ik iets mee doen? Nee, maar ik moet wel... Ik bedoel, je hebt mensen die stil voor een schilderij kunnen staan... en daarvan kunnen genieten. Ik geniet er pas van als ik andere mensen kan mededelen wat er te genieten Precies. valt. Precies, dus dan ben je een extraverte man. Ja. Ja. En weet je ook, wat wil je dan meedelen? Want filmen is de spiegel van de ziel laten zien. Wat laat je dan zien? Hoe is die ziel? Wil je meedelen dat het mooi is? Dat het
slecht is? Het is dubbel. Het woord slecht komt in ieder geval niet bij me op. Mooi is zo'n leeg woord dat ik meedelen. Ik weet. Ik kan mezelf nooit. Ik heb mezelf. Als ik nu pijlsnel terugspoel naar dat ik 5 of 6 of 7 was. En mijn vakanties op de boerderij doorbracht. Dus niet in een stad met weinig mensen. En in een weiland zat te kijken naar hooi of dat meehielp. Of ik mocht zelfs wel op het paard of weet ik veel. Het moest altijd bekend worden aan de omgeving dat ik dat deed. Het was nooit stil genieten. Als ik ergens tegen een hooiberg ging zitten, wilde ik wel dat iedereen zag dat ik tegen een hooiberg... Dus het is, nogmaals, er is altijd een performer. Er zit altijd een buitenkant die ik nu, op dit moment in mijn leven, erg ben gaan haten om het woord niet groter dan noodzakelijk te maken. Maar het is er wel. Maar waarom haat je dat dan? Nou, omdat ik denk, ik zou best niet meer willen zijn dan het hier en nu. Er zit altijd wel een streven na. Ik kan ook heel slecht, laten we zeggen, werken naar iets wat niet een resultaat moet hebben. Ik bedoel, als ik op een... Je kan niet verwijlen. Nee. En ik, als ik bijvoorbeeld, ik heb een paar keer lessen gegeven op een toneelschool voor een acteurschool. Het is altijd resultaatgericht. En dat is iets wat ik helemaal niet zo prettig vind. Ik bedoel, geen prettige eigenschap. Ja, ja. Ik wil je even met je ook kijken naar de allesvrezer. Nou, en maar dat het ook zo is dat ik een auto heb die je heel goed rijdt, maar en want. Dat hij zo oud is dat hij nog geen airbag heeft. En je moet in het verkeer moet je een airbag hebben in je stuur. Anders is het levensgevaarlijk. En dus ook dat ik, want dat ik zelf een airbag heb gemaakt. Om toch in deze auto een airbag te hebben op mijn stuur. Dat ik niet met mijn dure hoofd dood op het stuur sla. Dat ik zelf een airbag heb. En maar dat de meeste ongelukken gebeuren binnenshuis, dat je een beetje jocht hebt, dat je uitgeleid. Dus heb ik om te beginnen in de keuken alle hoeken voorzien van airbags, dat er nooit iets gebeurt met die punten in je hoofd. Want als je toch op zo'n punt valt en je glijdt uit, dan ben je nog niet jarig. Maar ook hier, kijk, ook achterop wordt het zo veilig, wordt het heen en weer gekaatst tussen de airbags. En maar, want als ik een glas moet pakken in de kast met die gemene plank, dan kom ik zo veilig op de airbag en dan zet ik me af op deze airbag en dan wil ik een kopje pakken. En dan heb ik hier de punt, ook dat er niks kan gebeuren, door de airbag. En hier zitten geen airbags, maar dat geeft niet, want als ik 's ochtends opsta, dan doe ik meteen een veilig airbag in de broek, dat ik nooit per ongeluk doodga. Want het is buiten al onveilig genoeg. Ik ken deze niet. Nee? Nee, ik ben het ook niet trouwens, hoor. Nee? Nee. Ik begrijp het niet. Ik bedoel, ik vind het enig om te zien, want ik mis ook, realiseer ik me, als ik het zie. Ik denk, het is absoluut een leegte die ze achterlaten. En Kees. Ja, maar, nee, ik krijg ook een soort vreemde argwaan. Waarom laat je me dit zien? Die man die alle scherpe kantjes er een beetje af wil halen. Nee, maar dat ben ik toch niet, hoop ik? Nee, dat weet ik niet. Ik vroeg me af. Nee? Nee? Nou, ik herken het niet. Helemaal niet. Nee, ik zoek de scherpe kantjes op en probeer ze wel te laten zien, maar... Maar in feite is dat ook wat je net beschrijft van waarom ga ik naar zo'n programma? Dus de hele tijd dat dilemma, hè, van of waarom maak ik het me zo moeilijk met zo'n film? Maar je moet toch. Je zoekt het toch steeds op, op de een of andere manier. Evel Knievel is het, geloof ik, hè? Evel Knievel? Ja, dat is die man die met een motor door steeds langere bussen die in de vlam werden gezet reed. En daar zo door werd gepakt, dat hij op een gegeven moment, daar is hij ook door doodgegaan, als ik het tenminste goed begrepen heb, dat hij op een gegeven moment, als hij eruit was, dus door de vlammen heen was, de motor weer draaide en er nog een keer in ging. Totdat hij op een gegeven moment erin is gebleven, letterlijk. En dat herken je? Dat herken ik niet echt, want ik ben ongelooflijk zuinig op mezelf. Ik vind dat ik absoluut niet woeker met mijn leven, helaas. Want ik heb eerder een neiging om... Ik benijd mensen die het wel kunnen, die echt gewoon... Kom maar op. Dat heb ik niet. Ik drink niet. Ik bedoel, ik drink niet. Ik bedoel, ik ben
Ik ga heel zuinig met mezelf. Je bent geen Paul Verhoeven. Nee. Nee. Maar... Ja, ik weet niet of ik het helemaal begrijp. Maar kijk, ik denk dan, jij zit hier, groot regisseur. Je hebt ongelooflijk mooie dingen gemaakt. Ik weet, neem dan bijvoorbeeld kritiek. Waarom is één nare kritiek veel erger dan 20 applauskritieken? Hij is niet erger, hij lijkt meer gelijk te hebben van mij. Ik bedoel, daarom is hij erg. Het is de enige die me door... Ik heb wel eens gezegd, die ene die echt boe heeft geroepen... Dat is de enige die eigenlijk echt me door heeft. Die 99 bravo's, die houden van me. En dan maakt het niet uit wat voor kritiek het is. Het is altijd... Is het waar? Kritiek is echt... Dat is zure melk. Dat is gewoon... Dat is iets eten wat bedorven is. Dat is voor mij. Ik bedoel, ik heb nu twee producties achter elkaar gedaan... waarbij ik dus echt, cross my heart, niets gelezen heb meer. Vroeger kon ik het in ieder geval nog lezen. Nu ben ik zover dat ik ze... letterlijk gewoon zo uitscheur en dan wegleg. En dan hoop over 50 jaar ga ik ze wel eens inkijken. Dan is het wel zo gesleten. Dat is echt... Kijk, ik ga mezelf niet als een geval hier nu... Ik bedoel jij weet hoe die film gemaakt is. Jij hebt hem gemaakt. Dan kan een of andere gek wel op een kamertje achter iets optypen. Maar dat is toch niet te vergelijken met de liefde en de inspanning die jij hebt geleverd? Nee, maar dit is inderdaad... Nou ja, dit is een terugkomend motief in ons leven. Ik bedoel, die echt in ieders leven. Ja, maar daarom praat ik ook over. Het is een... het gekke is... ik heb nu net twee van mijn best enemies heb ik ontmoet. Alle twee recensent bij de Volkskrant. Alle twee hebben ze me al een keer in hun leven mij met de grond gelijk gemaakt. Alle tweede keer ben ik naar voren gevlucht. Want het is het door... Nou ja, merkte ik dat ik het leuk vond om ze te ontmoeten. En merkte ik ook dat ik een sympathie voor ze kreeg. Misschien wel die uitstek boven de sympathie die ik heb voor recensenten... die aardig over me schrijven. Dus het is echt een hele merkwaardige relatie. En ik wil graag weten van jou, wat is voor jou een goede film? Even inhoudelijk, hè? Wat moet er betrapt worden? Is dat het leven? Kun je er iets over zeggen? Ik word echt opgezogen in iets en het vult me. Laatst was er een dag dat... ik heb jarenlang al geen Bergman-films meer gezien. Mm-hmm. En voor het eerst sinds, ik denk 20 jaar, dat ik weer naar... Dat er ergens een film van hem draaide. Ik weet niet meer welke. Ansiktet of zo. Nou, in ieder geval, ik merkte... dat ik echt zo totaal werd, nou ja, opgezogen. En dat zinnetje wat ik ooit heb gebruikt van wat is de cinema? En dat heb ik uit, een van de figuren uit Charlotte heeft ooit gezegd... de film is de spiegel van de ziel. Hè? Dus zoals we in een spiegel onszelf, het buitenkant zien... zien we door een camera zien we onze ziel. Nou, de present camera is excluded, ja. En ik merkte dat heel sterk leefde. Dat ik echt dacht van, ik word geconfronteerd met onuitgesproken geheimen in mezelf. Met dilemma's in mezelf, met weemoed in mezelf. Met verlangen, met pijn, met alles. En door die film. En wat raakt je dan? Kun je daar een voorbeeld van noemen? Nee, eigenlijk niet. Ik bedoel, dan moet ik nu heel moeilijk gaan denken. En dan denk ik, wat is het laatste wat me echt... Ik bedoel, dat is 80 tangoparen in Moulin Rouge, dat raakt me. Maar wat mij raakte in jouw film Charlotte, was dat Charlotte zegt... God moet ons niet zegenen, wij moeten hem zegenen. Ja. En nu wilde ik jou iets laten zien wat de schrijfster Etty Hillesum heeft gezegd. Dat doet het een beetje aan denken. Het zijn bange tijden, mijn God. Vannacht was het voor het eerst dat ik met brandende ogen slapeloos in het donker lag en er vele beelden van menselijk lijden langs me trokken. Ik zal je helpen, God, dat je het niet in mij begeeft, maar ik kan van tevoren nergens voor instaan. Maar dit ene wordt me steeds duidelijker, dat jij ons niet kunt helpen, maar dat wij jou moeten helpen. En door dat laatste helpen wij onszelf. En dit is het enige wat wij in deze tijd kunnen redden. En ook het enige waar het op aankomt. Een stukje van jou in onszelf, God.
En misschien kunnen we er ook aan meewerken jou op te graven in de geteisterde harten van anderen. Ja, mijn God, aan de omstandigheden schijn jij niet al te veel te kunnen doen. Ze horen nu eenmaal ook bij dit leven. Het is de mooiste zin die ik het afgelopen jaar heb gehoord. Ik zal je helpen, God, dat jij het niet in mij begeeft. Dat jij je niet in mij dat begeeft. Dat jij het niet in mij begeeft. Dat je niet opgeeft in me. Dat jij niet. Dat is Joods ook, hè? Wilke, spreekt het je aan? Ik heb bijna zoiets van, mag ik het nog een keer zien? Want het spreekt me aan in zoverre dat ik... Alles wat als het ware... de durf heeft om vanuit die werkelijkheid nog steeds inderdaad... hoe moet je dat zeggen, om zonder in citaten te vervallen... inderdaad, die God te blijven zegenen, dat spreekt me aan. Ik bedoel, mij spreekt de zin Charlotte aan. Het is niet belangrijk dat hij ons zegent, maar dat wij hem zegenen. En ja, dat doet ze dus hiermee. Het is God overeind houden in jezelf. Ja, maar ja, het spreekt me aan. Ik doe het. Laten we het anders zeggen. Ik doe het. Ik doe het in de zin van dat ik me realiseer. En ik doe het op de meest onzinnige, kleine, mijn vingers te kruisen voor dit gesprek. Ik bedoel, ik hou me vast letterlijk aan alles wat me... Wat is dat? Is dat de God in jezelf of is dat gewoon echt toch... Ik ben begonnen met het katholieke geloof. Ja, in pleeggezinnen. En uiteindelijk geëindigd in het Joodse geloof. En het enige wat ze me hebben geleerd is het gevoel dat er wel iets meer moet zijn dan dit en nu. Als dat niet zo is, is zelfs dit gesprek, dat krijgt ze verlies van waarde bij wijze van spreken. Ik bedoel, dan is het allemaal niet zo belangrijk meer. Ook niet of mensen je wel of niet goed vinden. Dan is er gewoon niks. Dus ik ga ervan uit dat alles zinvol is. Maar hoop je dat er meer is of weet je het? Nee, natuurlijk weet ik het niet. Wil je het weten? Nou, het zou het leven een stuk makkelijker maken, ja. Dat wel. Nou, voor mij wel, ja. Ik ben toch wel, ja. Aan de andere kant ben ik ook niet iemand die, als hij aan een boek begint, dan wil weten hoe het afloopt. En ik wil ook niet, ik denk wel eens heel vaak, hoe het af zal lopen. Met mij dus. Hm. Of met mijn geliefden. Ik bedoel... En dan hoop ik echt dat het eeuwige leven toeslaat. Dus... Ja? Ja. Je bent een religieus mens, dat zou je zo kunnen zeggen. Ja. Als ik het mezelf hoor zeggen, denk ik, wat nou religieus? Ik bedoel, ja, ik loop langs een kerk en ik heb wel de neiging om een kaarsje te gaan branden. Maar dan wel heel praktisch voor mijn volgende productie. Ik bedoel, het is altijd wel heel erg... het self-centered. Ik bedoel, het heeft niet het altruïsme wat ik denk te beluisteren bij Etty Hillesum. Het is heel erg van vader help me of moeder help me. Ik bedoel, dan kan ik wel weer gaan uitleggen. Dat is omdat ik dus, wat dat betreft ook vanaf heel vroeg in mijn leven eigenlijk onbewust het gevoel had dat het echt alleen maar op mijzelf aankwam. Dat er uiteindelijk als het... Terwijl ik verzondig me, zou mijn moeder zeggen, door dat te zeggen. Want er is natuurlijk toch een pleeggezin geweest die zijn leven heeft geriskeerd door mij onder te duiken. Maar uiteindelijk heb ik altijd het gevoel gehad dat als het echt erom ging spannen, dat er echt niemand was bij onder wiens rok ik kon schuilen. Heb je dat trouwens nog, dat grondbesef? Dat wat besef? Nou, dat is dat altijd aanwezig, het gevoel van als het op aankomt ben ik alleen? Minder. Maar het dreigt sentimenteel te worden, dit gesprek. En ik ben al van nature vrij sentimenteel. Dus maar het is minder. Met de geboorte ook van Geza heb ik het gevoel En dat is ook weer een vorm van narcisme waarschijnlijk. Maar dat ik wel, als ik naar hem kijk en in een spiegel kijk... en het gevoel heb dat er iets aan het doorleven is van me. Ja. En dat ik alleen maar hoop dat hij gezegend is, inderdaad. Je hebt je vader niet gekend, hè? Niet bewust, nee. Denk je wel eens, fantaseer je wel eens over je vader en je zoon?
Ja? Nou, fantaseer niet. Ze heet hetzelfde. En ik heb het idee dat hij, zoals andere mensen zeggen, iets is een godsgeschenk. Denk ik, hij is wat dat betreft, is het wel... Ik ben kinderlijk. Ik zie een wolkje en daar zitten dan mijn vader en mijn moeder en de rest van de familie. En die denken, die jongen, waarom wil die jongen geen kind van zichzelf? Ik wilde nooit een kind. Dus dat hebben ze wel geplot, denk ik. Ja. Maar dat hij niet meteen met een brilletje en kaal eruit kwam en eigenlijk erg op mijn vader lijkt in zijn charme met name. En zijn warmte en zijn... Dat is iets wat ik beschouw als waar mijn vader Nou, ik bedoel, weet je, het vreemde is ook. Aan de ene kant hoor ik mezelf al die dingen zeggen. Aan de andere kant, als jij nu zou zeggen, hij loopt nu over het strand. Dan zou ik hoogstwaarschijnlijk wel even dit doen. Maar ik denk niet dat ik nu uit mijn stoel zou opspringen en jullie programma in de steek zou laten om achter hem aan te rennen. Nee? Nee, dus het is ook, ik bedoel, dan kun je zeggen, ja, hallo, maar je bent dus ook... Je bent al 58 jaar of zo zonder je vader, of 59 jaar zonder je vader... In de wereld, dus het is vreemd om nou ineens maar achter iemand... Maar ik weet dat toen ik mijn moeder voor het eerst zag, bewust, althans na de oorlog terugkomend uit het kamp... Nou ja, ik kon ook alleen maar angstig zijn en huilen en niet mee willen en bang worden en zo. Maar weet je wat ik van jou nou zo graag wil weten? Ik zie dat jongetje voor me in een pleeggezin wat toch een besef krijgt van... als het erop aankomt ben je alleen. Maak jij nou die prachtige dingen om jezelf te troosten? Of wil je ons iets laten zien? Nou, mag het zij en zij? Ja, tuurlijk. Maar toen je begon te vragen, dacht ik, ja, wat goed. Het is familie. Bedoel ik niet zoals een kievieve familie. Ze houden me gezelschap. Het is gedachten vastleggen. Heimwee vastleggen. Ik weet precies wat ik vorig jaar op deze dag deed. Ik bedoel, en daar ben ik mee bezig. Ja. Ja, toen was ook want toen reed ik door Zuid-Afrika, dus dat vergeet je ook niet zo. Nee, maar ik bedoel. Maar waarom moet je dat vastleggen? Ik ben er de hele tijd mee bezig om niks kwijt te raken. Ik denk ook wel eens, ik ben nooit getrouwd omdat ik de dag van het trouwen alleen maar bang zou worden voor de scheiding. Ik bedoel, ik wil niets en niemand in mijn leven ooit kwijtraken. Dus daar heeft het ongetwijfeld mee te maken. Het is ook een soort indek, alsof je steeds met de aangetrokken handrem rijdt. Het is net zoals met het filmpje van Kees van Kooten. Dat ben ik niet. Ik rijd niet met een handrem aan. Maar je zou het wel... Ik bedoel, je brengt me wel op een... Nou, ik ga die recensies allemaal lezen als ik thuis kom na dit gesprek. Nee, natuurlijk. Ik heb wel gezegd, ik leef zuinig. Nee, maar even die recensies. Wat kan je nou helemaal gebeuren? Je hebt alle angsten van tevoren al gehad. Het kan helemaal meevallen. Ik heb de laatste keer zo'n enquête wat mijn ergste karaktereigenschap is. En dat toen vulde ik echt wholeheartedly in dat ik aardig gevonden wil worden. Dan denk ik ook weer, natuurlijk wil je aardig gevonden worden. Wat denk je? Al die pleeggezinnen. Nee, ik moest natuurlijk ook aardig zijn. Ja, ja, ja. Anders werd ik gewoon... Dus, bij wijze van spreken werd ik weer... Ja, nou, we hebben nu een pleegkind van jullie... Want ik was dan bij zo'n Joodse overkoepelende organisatie... die dat allemaal indeed. Dus ik was ook altijd bang dat ik moest iedere vrijdagmiddag melden... voor mijn zakgeld en verslag... En dan was ik altijd bang dat die voogd van mij zou zeggen... Nou, we hebben nu wat gehoord van dat gezin. Ja, ja. Ze willen je echt niet langer houden. Dus ik moest ook natuurlijk... Ik was ook... Ik bedoel, nog los van de Hongaarse charme die ik hoogstrijk van mijn vader een beetje in me heb... en die ik ook in mijn zoon herken... was het ook een pure overlevingscharme, denk ik. Ja, ja. Dus dat verlangen om aardig van te worden heeft daar vast mee te maken. Ja. Dat ik wil gewoon... Ik weet dat het onzin is en ik zou bij God niet weten wat ik ermee moest doen... als ik op de schouders zou worden weggedragen. Ja. Maar het is wel een keer omhelst worden door de wereld. Ja. In de vorm van een tastbaar bewijs, een prijs? Maar dat is ook niet genoeg. Nee, prijs is niks. Nee, prijs bedoel ik... Genoeg prijs ook. Ja, nee, en niet. Maar, nee. Bedoel, ja, nee. Precies. Maar wat ik van jou wil weten, niet alleen voor jou, maar voor ons allemaal... Ik vind dat eigenlijk zoiets smartelijks, hè? Dat je zo'n gevoelig kind... en je hebt daar je kracht van gemaakt, daar maak je dus mooie films mee. Dus je kan blijkbaar alleen maar mooie dingen maken als je zo ontzettend...
poreus en gevoelig bent. Dat vind ik zo raar aan het leven. Ik hoorde je het woord smartelijk zeggen toen ik mijn vrouw zei nog... Gewoon leuk. Wees nou leuk. Je bent toch leuk? En toen denk ik, deze act is helemaal neer. Nee, maar je bent ook heel leuk. Ik bedoel, jouw ogen staan heel erg opvreten. Toen maak je daar geen zorgen over. Wat zou je me willen, als je nu met een injectienaald me iets kon injecteren? Wat zou er dan in dat buisje zitten, wat jou betreft? Nou, ik ben ook een egoïst. Ik wil graag dat je zo blijft, want ik herken het en dat troost mij. Ja. Ja, nee, want ik denk steeds wel... Ik hoor je zeggen smartelijk. Dan denk ik, het laatste wat ik in dit leven wil zijn is smartelijk gevonden worden. Maar ja, ik nee, maar goed, ik vind jou niet smartelijk. Nee, maar het is een smartelijke gedachte. Maar het moet wel gezegd worden, ja, dat ook je laatste film... Het gaat... De dingen die het meeste bijblijven zijn mensen die dilemma's hebben... Die niet heel zingend en hupsend door het leven gaan. Ja, dat beklijft. Ja. Waar verlang je naar in je leven? Waar ons gedoe, ik bedoel, over gaat. Ik bedoel, waar ons dagelijks... Waar alles over gaat. Ik bedoel, zelfs mijn afleidende beweging van het pakken van een kopje... staat voor iets. Ik bedoel, het is allemaal... Stalling for time, stalling for happiness, stalling voor alles. Het is proberen maar steeds te reiken naar iets... wat je ooit bij je geboorte is beloofd... en wat je moet echt zien te veroveren, volgens mij. Maar wat dan? Ja, je wil gewoon... ben ik een beetje onzeker geworden door dat wat dan. Omdat nee, ik denk, maar dat, kijk... Wat is dat? Dat is het... Ik bedoel, jij bent een tovenaar. Dus ja. jij hebt het stokje, jij wil het aanraken. Dus ik wil graag weten... Het. Ja. Het is wat Dabelo in Charlotte op een gegeven moment zegt... Learn to sing, O soul. Oftewel, het schijnt van Nietzsche of zo te zijn. Maar leer zingen, O ziel. En het benijdenswaardige is... Je hoort soms een marathonloper of een lange afstandsloper. En die vertelt dan van het was alsof ik... het gevoel had dat iets in me liep, dat ik eeuwig door had kunnen lopen. Soms heb je het bij film. Ik kom wel eens op de set en dat ik ineens denk zo en zo... en dan rijden en dan naar die piano toe en dan eromheen. En ineens weet ik zo rachzuiver hoe ik die scène wil vertellen. En dat is dus niet... Dat is niet calculerend, dat is niet, daar zit geen intellectualisme in. Dat is puur een gevoelsmatig iets. Ja, dat is... Dan het wat, ik bedoel, wat heerlijk is. Als je hoort, ik bedoel, gisteren hoorde ik voor het eerst een stuk van een script voorlezen. En toen had ik ook iets van, merkte ik dat die karakters zich loszongen uit de tekst, als het ware. Ja. Maar dat is het, ik bedoel... Ja. De ziel. Maar dat is, ik weet in wat voor programma... dus is het woord ziel mag gezegd worden. Nee, maar het mag gezegd worden. Nee, maar ik vind ziel ook weer zo'n... Maar ik hou er erg van. Jij houdt van weerloosheid. Ja, goed. Goed. Ook bij mensen. Ja. Ik hou ervan. Ik heb absoluut gevoel... Ik bedoel, moet ik zeggen, ik heb er... Ik hou ervan. Ja, ik herken het en het ontroert me. Mag ik je nog één acteur laten zien? Een ontroerende acteur. Ja. De verslaving die is doorgedrongen tot in werkelijk alle lagen van onze bevolking... is de verslaving van het ouder worden. Arm of rijk, man of vrouw, jong en oud doen het. Ouder worden. En waarom toch? Het is zo gemakkelijk om je te laten gaan, maar denken hoe mensen ouder worden is ongezond. Fataal zelfs, op den duur. Daarom roepen we iedereen op, jong en oud, hou daarmee op. Nu. Waar is dit uit? Het Klokhuis. Oké. Je moet vaker naar het Klokhuis kijken. Maar hij heeft dat ook, dat vind ik, dat ontroerende, iets weerloos. Maar goed, dit gaat over ouder worden. Wat is de winst voor jou van ouder worden? Ja. Ja, dat je...
net iets meer denkt te begrijpen van wat er om je heen zich afspeelt. En B, dat je dus bonussen krijgt. Ik bedoel, bonussen die die je weer terugbrengt naar... Nou, Kitty Coubois. Daar was ik dus ongelooflijk verliefd op de toneelschool. Ik kan me voorstellen. Toen ze 18 was. Ja. En nog steeds, ik bedoel, ja, werk ik met haar. Nou, dat is dus een bonus voor het ouder worden. Ik bedoel dat we elkaar zien, dat je ziet dat we allemaal in een... Nou ja, net zoals hier, die eb en vloed. Dat, ik bedoel, het is een voor de hand liggende gedachte. Het gaat wel altijd door. En dat, nou ja, dat kan, zou kunnen troosten als ik niet zo bezeten was van het gewoon van het nog willen leven. Denk je dat het ooit klaar is voor jou? Dat er ultieme film komt dat je denkt, nu ga ik zo... Nou, aan de ene kant verlang je daar natuurlijk hartstochtelijk naar. Ik zou echt... Vroeger maakte ik het grapje, ik wil één keer een film maken waar ik zelf voor in de rij zou willen gaan staan. Hm. En je kunt ook zeggen, dat kun je vertalen met de ultieme film. Maar ik bedoel, ik ben er continu naar op zoek en aan het werk om hem gemaakt te krijgen. Maar ik hoop eigenlijk dat ik hem nooit maak, want anders dan... Ik kan me niet voorstellen dat ik op een dag echt denk, nou, vandaag nog maar niet. Ik weet dat Fons Rademaker stopte met filmen. Nou, ik kan me dat niet voorstellen. Ik bedoel, ik heb het idee van, ik begin net, letterlijk. Ja, ja, ja. Vind jij het leuk aan het leven dat het zo werkt? Dat de weg ernaartoe blijkbaar het leven is? Dus je wil het bereiken, hè? Het aanreiken en wat dat dan ook is. Jij voelt dat ongeveer, maar dat het vooral gaat om het te proberen, blijkbaar. Is dat, vind je dat een verdraaglijke gedachte? Ja. De ideaal van de Olympische Spelen, geloof ik. Niet de overwinning, maar het meedoen. Ja. Op zoek naar het. Ja. 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 Dat is waar je bed voor uitkomt? Nee, ik kom mijn bed uit omdat ik gewoon hier naartoe moet. Of omdat er een afspraak is met voor een casting of met een podium. Nee, ik kom mijn bed echt... Nee, maar... Ik ben veel minder daarmee bezig gewoon in mijn dagelijks leven... als dat ik hier nu in deze periode heb zitten vertellen. Het is alleen... het is wel iets wat ik hoop, ik klop het af, echt... nooit stopt bij me. Maar goed, jij zegt wel, het is een ander onderwerp. Maar ik heb het gevoel, als ik in jouw ogen kijk... dat jij hebt zo'n blik van, ik wil erbij zijn. Waar is het? Dat klopt toch wel? Ja. Ik ben, ja. Nieuwsgierig ja. ook. Ja. Dat is waarom ik denk, nou... ik geloof niet dat ik aan zee zou kunnen leven. Ik wil wel de mensen uit de tram zien komen iedere dag... en espresso bar binnen gaan om alle kranten te lezen. Het moet wel echt... Nee, ik zie me niet te langdurig over de hei lopen als ik oud ben. Want anders mis je maar wat. Ja. Wat dan? Het leven. Wat ga je in de fles stoppen? Ik zal je sterk vertellen, ik werd vanochtend om 5 uur wakker en ik lag in bed. Jongen. En ik dacht alleen maar, wat moet ik op die, wat moet ik op dat papier zetten? Nee, echt waar. En ik dacht... Ik schrijf gewoon op You're on Candid Camera, weet je wel. In de folder zeg ik dat iemand... Want het gaat toch wel naar Engeland of zo. Ik moet het in het Engels zetten, neem ik aan. Nee, het kan ook terugspoelen. Richting Scheveningen. Mag je vol. Ik heb echt niets geprepareerd. Is dat erg? Nee. Wat waren mijn laatste woorden? Het leven. Nou. Daar gaat hij dan. Er was van tevoren gezegd, maak je nou geen zorgen. En? Was dat terecht? Omdat ik zei, ik moet weten wat ik erop ga schrijven. Nee, maar dat komt vanzelf uit het gesprek voor. En het blijkt niet zo te zijn, of wel? Nou, kijk eens wat er staat. Ja, en naar je naam? De laatste woorden. Waar mijn naam? Gewoon. Het moet wel vastgelegd worden. Oh, we hebben het leven vastgelegd. Oh, dat ben jij. Bril. Het leven. Ja. Frans. Ja. Dank je. De ontmoeting. Nou, mag jij maar eens... Wil jij hem erin doen? We stoppen het leven in de fles. Ja.